eerste wat ik tegen ze ga zeggen als ze hier aankomen is welkom in Krimpen aan de IJssel, de groenste gemeente van Nederland. Persoonlijk is het voor mij natuurlijk een hoogtepunt in je loopbaan als je de koning en de koningin mag rondleiden in je gemeente en mag laten zien wat er allemaal in de gemeente zich afspeelt. Ja, dat is ontzettend leuk. En daarnaast heb je natuurlijk ook allerlei organisatorische en veiligheidsaspecten die rond zo'n bezoek spelen. Het leukste was om na te denken over de vraag wie kunnen nu het beste verhaal vertellen van de Krimpende Waard. Bij bijzondere gelegenheden draag ik altijd mijn ambtsketen. En die glimt natuurlijk altijd, maar voor deze gelegenheid heb ik hem nog even extra opgepoetst. Want ja, moet natuurlijk wel extra goed voor de dag komen bij dit hoogbezoek. Wat een ontvangst hier, 1300%. Goedemorgen. En dat was een bijzondere ontmoeting. En nu gaat het koninklijk paar met de bus naar Goudrak, naar de boerderij De Appelgaard. Wij hebben gastenboerderij en wij bestaan dit jaar 6 jaar. En we zijn heel trots dat het koningspaar hier in de Krimpende Waard ons komt bezoeken. We hebben ons voorbereid op een bijzonder bezoek door de gastenboerderij weer wat extra schoon te maken en op te knappen. De stallen weer extra aangeveegd en het buitenterrein alles opgeruimd en aangespoten. Nadat ze onze gastenboerderij De Appelgaard bezocht hebben, het koninklijk paar, gaan ze naar Berkenwoude, naar het cultureel centrum De Zwaan. Ik vind het een beetje spannend dat ik met Geert samen een bloemetje gegeven aan de koningin. Hoe is het? Wij vinden het een hele eer dat we het boeket Koningin Maxima mogen maken, omdat het dit jaar precies 25 jaar geleden is dat wij ons gevestigd hebben hier in de Hoofdstraat in Bergambacht. Dus dat is een hele mooie gelegenheid en de kroon op ons werk. Nou, de eerste vraag die ik aan het koningspaar zal stellen is of ze net zo zenuwachtig zijn als ik, denk ik. Ik ben behoorlijk zenuwachtig ervoor. Daarna gaan we de fabriek rond en dan komen de verdere vragen vanzelf, denk ik. Wij zijn bijna klaar met het ontvangst van het koningspaar hier in de raadhuiszaal in Bergambacht. We zijn nu bezig met de laatste voorbereidingen. We zijn de puntjes nog even op de i aan het zetten. En als het koningspaar zo komt, is alles picobello. En dan zijn wij heel blij dat ze hier in Bergambacht komen.